Wel versneld. De start is gevallen. Miss Wiss wil het wel weten aan de buitenkant. Die is goed begonnen. Aan de binnenkant Nightlife Greenwood ook. En die is sneller weg dan Late Night Dream. Zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Leiding is daar voor Nightlife Greenwood. Daarachter Late Night Dream. En daarachter probeert in te parkeren Miss Wiss. Galoppade daar van Nightlife Greenwood aan kop. Nightlife Greenwood weg. Galop nummer 1. En de leiding overgenomen door Late Night Dream. Miss Wiss heeft nu precies de positie die ze heel graag wilde hebben. Tesla zal hier blij mee zijn als hij ernaar kijkt. Daarachter op plaats 3 volgt Lancome Boco. En het eerste paard aan de buitenkant is Let It Be Petnik. Zo gaan we de eerste 500 meter door. Tesla 1 en 2 op dit moment Late Night Dream leidt. En die zet de eerste tussentijd neer 1-11-2. Late Night Dream, Miss Wiss. Zo moet Miss Wiss de koers hebben en dan gaat het heel vaak goed. Daarachter op plek 3 volgt Lancome Boco. Eerste paard aan de buitenkant Let It Be Petnik. Daarachter Cold P. En daarnaast in het tweede spoor Hypnotic Smart. Het veld schuift nu wat in elkaar. Tempo gaat eruit. Komt aan de buitenkant gelijk wat beweging en daar komt Let It Be Petnik naar voren. Let It Be Petnik schuift door naar plaats 3. Achter hem aan gaat Hypnotic Smart en zo komen de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Miras kijkt ook eens een keer achterom, ziet daar de kauwgomkauwende Westerveld dichterbij komen. Niet dat hij daar het tempo door gaat verhogen, maar hij stelt het wel even vast. En de volgende tussentijd komt eraan voor Late Night Dream, 1:16.9. Late Night Dream, Miss Wiss, Let It Be Petnik, dan Hypnotic Smart aan de buitenkant, dan Lancome Boco. En daarachter gaat nu ook naar het tweede spoor Colt P. Laatste 900 meter, paard daar gaan de Z-Turfbocht nu in. En daar leidt nog altijd Late Night Dream. Late Night Dream, Let It Be Petnik en Miss Wiss. Vierde plek voor Hypnotic Smart. Orenkap ging eraf bij Lancome Boco, maar daar reageert hij niet echt op. Aan de buitenkant gaat Colt P hem nu voorbij. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Late Night Dream. Die wordt lichtjes aangetikt door Miras, die nu ook de proppen trekt. Late Night Dream staat onder druk van Let It Be Petnik. Daarachter aan de reling zijde Miss Wiss, die hoopt op een gaatje. Tussentijd 14-2. En Hypnotic Smart ligt er ook nog heel best bij. Colt P probeert nog aan te sluiten. Laatste bocht wordt ingedraaid. Lengtevoorsprong voor Late Night Dream. Halverwege de Charterbocht. Let It Be Petnik die het even moeilijk heeft. Aan de binnenkant Miss Wiss die hoopt dat hij het nog moeilijker krijgt. Want dan kan hij eruit, maar dat kan voorlopig nog niet. En Hypnotic Smart gaat nu naar het derde spoor. Nu komt er wel ruimte voor Miss Wiss. En mooier kon het haast niet. Kan hij het dan ook afmaken? Het is Late Night Dream, Miss Wiss. Aan de buitenkant Hypnotic Smart gaat tussen deze drie paarden. Late Night Dream lijkt op dit moment het sterkste te gaan. Late Night Dream houdt die voorsprong vast. Late Night Dream de winnaar. Miss Wiss controleert plaats 2. En de derde plek is dan voor Hypnotic Smart. Daar gaan ze over de streep. 12 rond de laatste 500 meter en 1:13.6 voor de winnaar. Late Night Dream.